We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridouan Taghi krijgt levenslang. Said Razouki krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang. Saskia, na bijna 6 jaar en 142 zittingsdagen heeft de rechtbank eindelijk uitspraak gedaan in het Marengo-proces. Wat viel er op bij de uitspraak? Nou, wat vooral opviel was het feit dat er 6 keer levenslang was geëist, maar 3 keer is opgelegd. De rechtbank heeft bijvoorbeeld gezegd dat de enige onbetwiste leider van de criminele organisatie Ridouan Taghi was. Hij kreeg inderdaad levenslang opgelegd. Daarnaast heeft Said Razouki levenslang opgelegd gekregen en Mario R. De 3 andere verdachten zijn gedeeltelijk vrijgesproken van een aantal verwijten en hebben in ieder geval, zegt de rechtbank, geen deel uitgemaakt van de leiding van de criminele organisatie. Wat verder opviel was dat slechts 8 verdachten, inclusief kroongetuige Nabil B., de uitspraak bijwoonden. Alle andere verdachten, onder wie Ridouan Taghi, hadden besloten om het in hun cel via een iPad te volgen, maar niet in de rechtbank aanwezig te zijn. Ridouan Taghi is heel weinig aanwezig geweest tijdens zittingen tot nu toe. Hij heeft eigenlijk altijd gezegd van, ach, jullie hebben het vonnis toch al klaar. Haal maar uit je binnenzak en dan hoef ik verder niet meer te komen. Nou, en dat heeft hij dus ook vandaag niet gedaan. Is de zaak het uiteindelijk allemaal waard geweest? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen achteraf of het waard is geweest. Er zijn natuurlijk 3 moorden gepleegd op Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen, op de broer van de kroongetuigen en op de advocaat van de kroongetuigen, Dirk Wiersum. Hun families moeten hun dierbaren missen. In de zittingszaal zal meester Wiersum nooit meer plaatsnemen. En journalist Peter R. de Vries zal nooit meer op de perstribune zitten. Ja, als je alles van tevoren weet, kun je je natuurlijk afvragen of het waard was geweest. Aan de andere kant, misdrijven kun je niet onbestraft laten. Het is een gitzwarte rand aan dit proces geworden, zei de voorzitter ook. Maar het was geen reden om deze 17 verdachten niet te berechten. Is het dan nu eindelijk klaar? Nee, het is helaas nog niet klaar. Er zal ongetwijfeld een hoger beroep volgen. Ik verwacht dat in ieder geval het Openbaar Ministerie in een aantal zaken in hoger beroep gaat. We hebben niet voor niets levenslang geëist tegen 6 verdachten in plaats van 3. Er zullen ongetwijfeld ook een aantal verdachten in hoger beroep gaan tegen hun veroordeling. Dus we zijn er nog niet vanaf. Dit is het einde van de eerste etappe, maar er komt er nog 1.